In deze film verlaag ik een auto. En om de auto te verlagen moet je in feite eigenlijk twee dingen doen. Je moet een selectie maken van de auto. Nou, dan kun je de auto naar een nieuwe laag transporteren en dan kun je hem wat verlagen. En je moet dan je oude auto een beetje uitvegen met klonen. Dus dat zijn eigenlijk de twee stappen. De eerste stap die je maakt, dat is het selecteren van de auto. En dat kan op verschillende manieren. Laat ik gewoon eens heel makkelijk beginnen met hier het snelle selectiegereedschap en te zeggen onderwerp selecteren. En eens kijken waar Photoshop mee op de proppen komt. Op zich is dit geen slechte keuze. Er zitten nog wat foutjes in. En bijvoorbeeld de wielen zijn meegeselecteerd. Nou, dat is niet nodig, want die wil je gewoon intact laten. En hierboven bij de kap zitten bijvoorbeeld nog wat foutjes. Als ik daarop inzoom, dan zou je dat nog gewoon met de selectie-tool uit kunnen breiden. Dus de snelle selectie-tool en dan zorg dat hier het plusje aangevinkt staat. En dan zou je dat er nog gewoon bij kunnen selecteren. En je ziet, ik ga er iets overheen, ik pak iets uit de achtergrond mee. Dat is ook weer niet de bedoeling. Kun je heel eenvoudig weer weghalen door de alt ingedrukt te houden en dan te selecteren waar het niet geselecteerd moet worden. En zo zou je ook de wielen uit kunnen selecteren. En op zich moet je hier gewoon even goed voor gaan zitten. Hoe langer je hiervoor gaat zitten, hoe beter het is. Maar je hoeft niet te gaan zitten kijken hoe ik een auto ga selecteren. Ik heb namelijk al een selectie gemaakt. Dus ik zeg selectie laden en dan kies ik de auto. En tadaam, mijn auto is geselecteerd zonder de wielen wel te verstaan. Deze selectie ga ik naar een nieuwe laag brengen. En dat doe ik heel eenvoudig met de sneltoets ctrl-j. En op die manier dupliceer je dus je selectie naar een nieuwe laag. En je ziet hem erbij komen. Zet ik dan mijn onderste laag uit, dan zie je dat dit alleen de auto is zonder de wielen. En die kan ik dus gaan verlagen. Je zorgt dat de laag geselecteerd is en je pakt het selectiegereedschap. En wat je nou eigenlijk doet is gewoon, je kunt het met de muis doen, maar ik zou gewoon de pijltjes toetsen adviseren. Gewoon een klein beetje naar beneden drukken. Net zolang totdat jij denkt, dit is wel fraai. Je ziet een klein beetje wat er gebeurt. Aan de bovenkant van de auto blijkt gewoon de originele auto nog te staan. Die ga ik zo meteen wegwerken. En je ziet dat de wielen aangetast worden. En dat komt omdat je de inhoud van de wielkuip eigenlijk het allerdonkerste over de band heen drukt. Dat is hier goed te zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het origineel heb je veel meer band. Het type van de band P0 dat is gewoon weg. En dat kunnen we ook wel weer terughalen. Ik ga een masker aanmaken op de laag van mijn losse auto. En dat doe je hieronder met dit witte vierkantje en zwarte bolletje. En ik pak vervolgens gewoon een penseel met zwart als voorgrondkleur. En dat betekent dat waar ik nou ga schilderen in het masker, dat daar de inhoud van de laag verdwijnt. En op die manier ga ik gewoon de achterliggende band terug laten komen. En dat doe ik bij het wiel vooraan en natuurlijk ook gewoon bij het wiel achteraan. En op zich is dit al aardig. Wil je nu de auto nog een klein beetje verplaatsen, dan zul je automatisch je masker mee verplaatsen. En dat komt omdat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is op zich niet nodig in dit geval, maar je zou die koppeling ook uit kunnen zetten. Hieronder bij het lage paneel staat er namelijk een kettingtje tussen. En als je daarop klikt, dan haal je die twee los van elkaar. Selecteer ik nog even de laag met de auto en zet ik hem een klein stukje terug omhoog. Ik vind dit wel aardig. Is het nu alleen nog zaak om gewoon de achterliggende auto weg te halen? En dat doe je door hier tussen een nieuwe laag te maken. Dus ik druk gewoon op de sneltoets Ctrl-Shift-N en die noem ik klonen. En die laag die sleep ik er tussen. En vervolgens kan ik dus dat stukje bovenin, zeg maar, of hier bij de spiegel weg gaan klonen om te zorgen dat de achtergrond een beetje beter wordt. Dat doe ik gewoon heel eenvoudig met het kloongereedschap. En het is even belangrijk dat je nu hier het monster verandert. We willen niet de huidige laag, maar je wil de huidige laag en de onderliggende laag. Ook niet alle lagen, want dat betekent dat je auto die verlaagd is ook mee gaat spelen. En wat je nou dus kunt doen, is als ik hier inzoom, zeg maar bij wijze van spreken, dit stukje boom doorklonen naar beneden. En waar dan de nieuwe auto staat, daar gebeurt er niks mee. Want dat is de bovenste laag. En we kijken alleen naar de huidige en naar de onderliggende laag. En zo ga je eigenlijk heel je foto rond om hem te klonen. Pak gewoon een lekker groot kloonborstel. En ik heb, zoals je ziet, in dit geval niet de makkelijkste achtergrond uitgekozen. Misschien ook wel een klein beetje express. En je moet er gewoon goed voor opletten dat je geen repeterende patronen krijgt. Maar ook wel dat de takken wel weer netjes doorlopen. Want anders ziet het er ook heel raar uit. Als de auto gefotografeerd zou zijn voor een rustigere achtergrond, dan was dit wat makkelijker geweest. Nou, dat is in dit geval niet gebeurd, dus je moet ook niet altijd de makkelijkste weg zoeken. Mocht je het nou niet goed kunnen zien, geen probleem. Zet gewoon even die bovenste laag uit. En pak gewoon een marge van een aantal pixels waarvan je denkt van nou, dit is wel goed. Je kunt altijd nog die bovenste laag aanzetten en kijken of je een beetje in de buurt zat. En dit is wel aardig. Jij weet natuurlijk dat gewoon een heel dun randje van bomen bovenop bij is gekomen. Moet je je daar druk om maken dat dat niet exact hetzelfde is? Nee, eigenlijk niet. Want het gaat erom wat de kijker beleeft. De kijker zal deze verlaagde auto zien en in principe niet weten dat de auto een klein beetje verlaagd is. Voor hetzelfde geld denkt hij gewoon dat dit zo uit de fabriek komt. Belangrijk is, is dat je je patronen dus gewoon niet doorbreekt en dat je dus niet te veel repeterende patronen erbij hebt. Dus je kunt alles nog een keer goed nalopen om te kijken waar eventueel kleine foutjes zitten en die er gewoon nog eventjes netjes uithalen. En op deze manier loop je dus gewoon even heel de achtergrond na. Nou, ik vind dat ik het op zich vrij netjes gedaan heb. En als je het ziet, dit is uiteindelijk de originele auto en dit is de verlaagde auto. En op zich is het een wereld van verschil in een heel kort tijdsbestek. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.